Maar mooi deze, kijk eens. Ja, Shein, lekker bezig. Hoi mensen, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe Shein shop. Dit wordt en is, denk ik, de grootste Shein shoplog die er online staat. Echt waar. Oh! Het is niet... En jongens, als ik jullie deze doos laat zien, ik ga het proberen te tillen, maar hij is zo zwaar ook. Oké, 1, 2. Hij pelt helemaal uit. We hebben naar jullie geluisterd. En we gaan nu alle items die we hebben... Allemaal in één. Het worden meer dan 25 items, jongens. We hebben tasjes, we hebben schoenen. Een trui, winterjassen. Drie broeken. Winterjassen volgens mij, broeken. Het is heftig. Trui. We hebben echt super veel. Voordat jullie verder kijken, jongens. Het percentage wat geabonneerd is en naar onze video's kijkt, ligt nog steeds niet op een fijne percentage. Meer dan 50% van jullie kijkt wel naar onze video's, maar abonneert niet. Dus jongens, als je vaak naar onze video's kijkt, abonneer op ons kanaal. Nog wel abonneren! Nee, dat is een grapje, alleen als je dat wilt. Volg ons ook op Instagram, Selina's World en Somaira. Oké, dan gaan we nu beginnen met de grootste Shein shoplog. In heel de geschiedenis. Hoe gaan wij beginnen? Oh, ik zie al welke dit is. Oeh. Vlammy. Van een andere winkel had Celine een rode. Daar hebben we een foto oranje. Van. Oh, oranje, ja. En nu zag ze ook deze blauwe. En dacht zij, die wil ik. Hallo, kom maar zijn mama. Dus deze, ja, deze zit sowieso goed. Ze heeft hem in een maat S. Dat was 36, maar dat was de kleinste die er was. Maar ik vind hem er ook wel klein uitzien hoor. Ik sta in de vuur en vlam voor jou. Oh my god, echt jongens. Dit kind heeft en maakt grapjes. Zo corny, zo cringy, zo droog. Maar ze gaat elke keer helemaal stuk om zichzelf. You is weird. Oké, dus ga maar even aandoen, Nien. Ik ben benieuwd hoe die staat. Toch? Doe wel even deze aparte tas. Het was dus zoveel dat het niet allemaal in de doos paste. Schoenen. Natuurlijk weer. Oh, ja, zoals jullie al zagen in mijn vorige video ben ik op de bruine tour. We hebben ook bruin zijn. Ik wil alles bruin. Of zwart. Als het geen bruin is, dan is het zwart. Ja, maar nu zit ik even in mijn bruine fase. Maar mooi deze, kijk eens. Het zijn bruine krokoleren laarzen. Oh. Ik heb hem met 41. Ik ben heel benieuwd of ik ze passen. Ik vind Shein's schoenen wel vaak wat kleiner vallen. Dus ik ben benieuwd. Daarom heb je ook een 41. Oh, love it. Ik ga het even aanpassen. Oh ja, maak maar open. Ik zie het alweer hoor. Laat even in de comments weten welke kleur denken jullie dat het is. En welke print. 3, 2, 1. Bruine krokodil. Oh jongens. Pak mijn laarsjes. Kijk nou. Matching. Matching jongens, helemaal leuk. Echt, ik zie het heel het lookje. Zelfs met wat ik nu aan heb met dit jurkje. Ja, dit is gewoon mijn ding. Ik vind het echt leuk. Ik vind het zo jammer dat jij ook niet van bruin houdt. Volgende. Oeh, wat is dit? Een tas. Zo, hij is groot. Oh, met een dustbag. Oeh. Oké, Nien. Nog een rits. Dan hebben we
hier nog een vakje, hier nog een vakje. Zo, hij is groot en zwaar ook. Normaal zijn ze best wel lichtjes allemaal. Oké. Want jij hebt nog niet genoeg tasjes. Ik heb er nog niet genoeg. Nee, tuurlijk niet. Heb jij niet genoeg tasjes? You like it? Volgende. Oh, dit zie ik al. Dit is van mij. Dit vind ik ook helemaal leuk. Het is niet bruin. Dat verbaast mij. Dit is dus weer een lekker blouseje. Ja, dit vind ik gewoon leuk. Ben je helemaal in het zwart. En dan lekker dit blouseje aan. Ja, dit vind ik leuk. Ik ga hem even aandoen. Ik ga hem even goed aandoen aan jullie laten zien hoe ik dit dan van plan ben om te dragen. Maar ik vind het hartstikke mooi. Volgende, we gaan even met de winterjassen, want ze zijn zo groot. Selina's kleurencombinatie. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Woe! Oh mijn god! Een winterjas voor Nien. Hallo. Hallo. Het is een pastelkleurige winterjas. Ja, dit is toch leuk, jongens. Kijk nou. Kijk nou. Zie je iets leuks als je sowieso ziet? Dan hebben wij natuurlijk een kortingscode. Die komt nu in beeld. Daarmee krijg je 15% korting op de hele site. Ook zal ik alle linkjes in de beschrijving doen. Dat wordt nog een hele klus, want we hebben zoveel items. Dit is een soort wijdermoutje. Ja, dit is toch hartstikke Hello. Gezellig, jongens. Hallo. Is het me in je lokbol? Zo cool. Ik ga hem even aan. Ik ga maar gelijk deze openmaken. Dan hebben we dat gehad. Ja. Slaap lekker. Dan hebben we dit gehad, want deze is groot. Dit is een winterjas die ik heb gekozen. Huge. Ja, echt. Oh, en hij is dik ook. Dat konden jullie al zien in de vorige Shein video. En als jullie er nog niet hebben gekeken, kijk die ook dan even hierna. Shein winterjassen zijn gewoon echt super dik. Het valt me zo mee. Deze is ook hartstikke dik. Kijk hoe groot die is. Oeh, ik ben echt benieuwd. Kijk dan, wat een goede kwaliteit. Jij hebt al zo'n lange jas. Wat moet je met in het zwart. Ja, in het zwart, ja. Hoe warm is deze jas? Ik kan niet wachten om hem aan te passen. Een langere jas met een kraag, geen capuchon. Want door mijn haar hou ik niet zo heel erg van een capuchon. Dus je kan hem of zo doen of zo. En je hebt in het midden een band. Ik ga hem eventjes aanpassen. Ik wil erop slapen. Hij is gewoon nog lang niet leeg, die doos. Bizar, hoeveel items we hebben. Wat is dit? Ja! Ik wou dit zo graag voor Celine. Oeh, maar hij ziet er een beetje kort uit. Het was een gok. Ik dacht, hoe leuk is het als Celine... Wil je al mijn broek laten zien? Nee, was dat jasje. Kijk, ik ben er soms van overtuigd dat Nien dingen gewoon leuk vindt als ze hem helemaal aan heeft. Dus we gaan hem gewoon passen. En ik dacht, hoe leuk is het... Als ik mijn lange leren trenchcoat aan kan. En Nien ook. Waar is nou die hier eromheen gaat? Dat zit er niet bij. Jawel, want die zag ik. Dat staat er niet bij. Dat zat er wel bij. Dat staat er niet bij. Oh, hier. Dat staat erbij. Dat is een pandolo. Ja, wij zijn helemaal weg van BB van Nien. Ja, Celine is alweer afgehaakt, maar ik niet. Kijk. Een trenchcoat. Ik ben heel benieuwd hoe die staat. Ik ga hem maar even aanpassen.
kleuren. Verrassend. Mevrouw heeft nog een tasje. Het is wel een mooie kleur. En het past wel bij je nieuwe jas. Oeh, het is lak. Yep. Deze vind ik wel mooi. Lucky lak. Oeh. Look at my guess, is that Angelo? Ja, maar zij draagt geen roze. Zij draagt geen rood. Rood. Wel heel mooi deze. I like it. Yep. Hey, ik zie hier wat. Bruin. Ja, oh ja, deze vond ik leuk. Ja, ja, ja. Dit is dus, ja. Ik had dus een bruine legging besteld. Alleen ik vond het is een leren legging. Waarom kijk ik me zo judgmental aan? Het is een bruine leren legging. En ik dacht, ja, ik vind het echt te heftig om daar dan iets straks over uit te doen. Ik ga een keer auto's voor jou kopen en jij koopt een keer auto's van mij. En ik weet al precies wat voor kleur ik moet kiezen. En toen dacht ik, zo'n oversized... Een soort corduroy-achtig. Nou, het is niet echt corduroy, maar wel ja, heel zacht. Bloesje lijkt me hartstikke leuk. Ik ga het even laten zien. Mijn hele doekje, wat ik in mijn gedachten had. Ik ga hem even aandoen. Iets wits. Nou, dat is voor mij verrassend. Denk het wel. Ik heb deze keer iets wits genomen. Oh ja. Shirtje. Van de zijkant. Wacht, ik moet het even goed laten zien. Een mooie shirt met allemaal verschillende dingen. Er staat deze kant dan anders. Oh ja, hier zit een vlinder en een zoom. Hier zit een slangbloem. En een bloem. Een met een colletje. Nou, dit is best wel leuk. Ja. Lange mouwen. Doe maar even aan. Ik ben wel benieuwd hoe die staat. Oh, ik zie hier nog iets wits. Nog iets wits. En dit moet wel bij jou doen. Oh ja, ik heb wel iets wits besteld. Het was een grapje, jongens. Ja. Wat is dit? Ja, ik vond dit best wel leuk eruit zien. Ik heb dus ook een korset in het bruin. Van de Zara. En toen zag ik dus dat dit in het wit. Maar ik dacht, ja, dit kan best wel leuk zijn. Ja, dit is zo'n gevallen. Dit is denk ik zo'n gevalletje van dit moet je even aanpassen. En dan zie je het lookje. Pas als je hem aan hebt. Snap je? Dus dat is even meer het. Ja, ik ga hem even aandoen. Ik ga het even aandoen. Dan zie je het, dan zie je meer mijn visie. Ja, dat is de arm. Ja. Ja, die is leuk. Nee, dit moet je even aanzien. Wacht even. Dit is ook leuk. Ja hoor, dit is leuk. Dit is wel van jou, maar dit is wel een heel leuk printje. Ook weer zo'nzelfde top als die witte. Met armen. Met lange mouwen. Met armen. Met lange mouwen. Do you like to see in your eyes? Oh my god. Ik vind het printje mooi, het stof is wel fijn. Ja. Ik vind het mooi. Met de jeans of een zwarte leren broek. Oké, leuk. Doe maar aan.
Zwart? Ik weet het niet meer. Het is al te lang geleden. Ik weet niet meer wat we allemaal hebben besteld, joh. Wat is dit? Abracadabra. Wat is dit? Een broek. Oh ja, jongens. Ja, luister even. Listen up. Bij deze broek moet ik jullie wat vertellen. Ik ging voor de volgende video allemaal dingen uitzoeken bij Shein. En wat zag ik? Shein heeft nu een talafdeling voor lange mensen, zoals ik. Dus ik ben heel benieuwd, want normaal kan ik dit soort leggingen niet kopen daar, omdat het sowieso veel te kort is. Voor mensen die nu voor het eerst naar onze shoplogs kijken, ik ben 1,78. Dus ik kan niet, standaard dingen kan ik niet aan, dat zweeft bij mij. En dit is dus van de Shein Tall, kijk. Shein Tall, jongens, in de maat L. Ik vind het er ook niet heel lang uitzien. Nou ja, ik ben benieuwd. Ja, Shein. Lekker bezig, Shein. Voor de lange mensen. Dus ik ga even kijken of ik dit pas. Ja. Ik was dit alweer vergeten. Oh, ik ben zo benieuwd. Volgende item. Zo, jongens, hoeveel items zijn dit? Iets meer dan 25. Ja, jeetje. Dit is voor Nien. Zie ik nee. Ja. Deze heb je al in het grijs. In de maatje 32. En gaan we weer, jongens. Oeh. Loop. Krappie? Gaat niet. Huiken? Oeh, ik ben benieuwd. We gaan nu voor het eerst zien of het klopt. Jawel, hij gaat wel dicht. Ja, hij gaat wel dicht. Het is dus weer een spijkerbroek. Met aan de onderkant deze. Oké. Mysterious. Wat is dit? Nee, ik kan het kijken. Nou, is mijn ring. Oh ja, deze had ik allebei voor ons genomen. Kijk, dit is denk ik een S van mij. Een S. Ik denk niet dat een S. Past het niet. Is dat een shade of wat is dit? Ik vond het wel leuk om zo'n handige zwarte glanslegging te hebben. Dan kan je gewoon t-shirts opdoen, truien opdoen, op je hoofd doen. Oh, wat doe? Maar ik heb die ook voor mezelf besteld als het goed is. Dus we moeten even kijken. Oh, dit is die voor mij. Oh, bruh. Denk ik in een maat L. Ja. Dus ik ben benieuwd, ik ga deze ook even passen. Oké, en dan is dit mijn lang verwachte. Ja, dit is mijn. Dan moet ik zeggen, als jullie dus onze andere Shein video's hebben gezien, zijn de spijkerbroeken eigenlijk super lang altijd. Ik pas ze gewoon qua lengte. Dus ik ben benieuwd hoe lang de taal is dan. Ja, ik dacht, ik moet daar 2 producten van bestellen. Gewoon puur om te kijken, moet ik dat dus vaker doen of niet? Nekkie. Spijkerbroek met gaten. Maar kijk, ik denk dat ik hem niet pas. Hij ziet er heel klein uit. En ik ben best wel wat aangekomen, dus ik hoop dat ik hem pas. Maar kijk, hè, die hek van zo. Je kan ook gewoon een dikke nek pas hebben. Pas zo niet. Ja, dat is zo. Ik kan gewoon ook een dikke nek hebben. Ja, maar misschien heb je dan ook een dikke buik. Nee, heb jij wel eens iemand met een dikke nek gezien die dun is? Nee. Dus. Qua lengte ziet hij er heel mooi lang uit. Maar ik ben wel bang dat ik hem niet pas. Want er zit echt geen stretch in. Dus ik ga het even.
Ik zie weer een mooi kleurtje, jongens. Omdat die vorige zwarte leerjas mij erg... Oh, daar gaan we weer. We gaan een kaarsje. Omdat die vorige zwarte leerjas mij erg in de smaak viel. Heb ik nu moet je weer natuurlijk ook een bruine. Ja, want die heb ik eigenlijk je moet het allebei hebben in allebei de kleuren. Oeh. Ja, trouwens, in de vorige video heb je die al. Je hebt een andere. Ja. Leuk. Ik vind deze van een nog dikkere kwaliteit. Wacht dan. Trenchcoat is dit. Word ik gelukkig van al deze bruine dingen. Zelfs nu na al deze dingen is de doos... Toch best wel vol. Grabbel, oh mijn god. Ik grabbel en ik pak dit. Wat is dat? Een blauw idee. Is volgens mij een shirt. Oh ja, deze. Nee, dit is voor jou. Oh, dit is van mij. Ja. De draken. Een drakenshirt. Oh, dit is wel leuk. Drakenhonden. Dit is een t-shirt met een drakie. En dan kan je dat witte tasje erbij. Dragon. Hartstikke leuk. Doe het maar even aan. Laat maar even zien hoe het staat. Mag ik weer grabbelen? Nou, ik wil graag dit. Iets bruins. Dit wil ik graag. Volgens mij alles wat jij hebt is gewoon bruin. Nou, niet alles, maar het komt wel in de buurt. 2/3 is bruin. Ik moet zeggen, ik vond deze spannend. Want dit soort broeken zijn dus ook vaak te kort. Want dat vind ik heel fijn bij Shein. Dan kan je dus de recensies of de reviews lezen. En daar hadden mensen ook gezegd die bijna even lang als ik waren dat ze er pasten. Nou vind ik het wel nog een spannend formaat. Maar goed, ik ga hem even aanpassen. Ik ben benieuwd. Ik ga krabbelen. Deze. Zo, lekker papier in mijn mond. Oh ja, deze is voor jou. Het wordt natuurlijk weer steeds kouder. Dus Slim kan weer wat meer truien gebruiken. Is leuk met het roze tasje. Oh ja, dat kan je wel even erbij aandoen. Leuk. Ik ga hem even aandoen. Oké, en dan de laatste winterjas. In alle eerlijkheid heb ik deze jas besteld. Omdat ik laarzen had en ik wist niet waar ik ze bij aan moest. En toen zag ik, oh, dit zou hier mooi bij staan. Jij en dat is ook in zo'n groene kleur. Jij kon gewoon echt alleen iets kopen omdat het dan bijvoorbeeld bij die past. Ja. Daar zou ik heel erg voor aan. Ik kan sterker nog, ik kan iets kopen en dan denk ik, oh, deze schoenen zijn leuk bij dit en dit en dit. Maar dat dit en dit en dit heb ik helemaal nog niet. Ja. Dus dat moet ik ook nog hebben dan. En dit en dit en dit ga ik dan nu meteen kopen. Wat ook weer een fijne, dikke jas. Echt bizar. Echt goed. Mooie kleur ook. Kan ik de onderkant strakker maken? Dat vind ik altijd wel belangrijk. Oh ja, daar heb ik sowieso naar gekeken. Dat vind ik altijd zo mooi als je de onderkant strak kan trekken. Ja, mooi. Ja, ik zie het helemaal gebeuren. Ik ga het even aanpassen en ik doe dan denk ik ook wel even die laarzen aan die ik er bij je boven heb. Ik ga het even aanpassen. Mooi hoor, heel dik. Oprecht jongens, we hebben nog twee dingen. Ik weet oprecht even niet meer. Die ene zie ik nu al, maar die andere heb ik geen idee. Grabbelen. Oké,
het is bruin, dus het zal wel voor mij zijn. Andere. Oké, die bruine, we sluiten af met de bruine. Het is nou de eerste keer deze hele video dat het gelukt om het op te vangen. Nog een tasje voor het lief. Ja, je kan hem zo dragen, maar je kan ook dit zo laten en dan... Ik kan ook. Die er aanzetten. Check. Het is wel fijn dat het ook weer iets meer zilver is. Oh, en dan kan je hem zo dragen als je hem los strak. Mooi? Mooi. Video af met een bruin item. Ik weet niet meer wat voor bruin item. Oh ja. Een bruin topje. Dit bruine topje dacht ik kan je weer overal op en bij en aan. Ik ga het even met mijn andere bruine dingetjes aan. Kijk deze grote lege doos. Yeah. Oh, mijn hoofd. Zo. Jongens, dit waren zoveel items. Laat in de reactie weten welk item je het allerleukste vond. En geef ons cijfers. Cijfer. Geef bij elke outfit een cijfer. Zodat we weten wie het beter doet. Alle linkjes van de items staan in de beschrijving. En vergeet niet dat wij dus een kortingscode hebben voor 50%. Dat scheelt altijd weer, toch jongens? Stella. Oké jongens, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Abonneer op ons kanaal. En dan zien we jullie overmorgen. Doei doei. The smell of your hair. Be with you always.